Hallo allemaal, ik ben Rutger en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is een hele speciale vlog, want ik ga naar het buitenland. Ik ga naar Parijs, naar een concert van Passenger. En allereerst ben ik heel erg fan van Passenger. Ten tweede ben ik nog nooit in Parijs geweest, dus ik ben heel erg excited. Het is nu 9:50 en om 9:00 gaan we bussen, dus ik ga nu heel snel naar de bus. Daarna gaan we met de Thalys en jullie zullen het allemaal wel zien, dus kom maar heel snel mee. En wie hebben we daar? Hallo. Oh, jij hebt al gehaald? Jeetje, ja, wacht ik niet eens even op mij. Ja, maar ik had het koud en dit is lekker warm. Ja, het is echt wel heel erg koud, maar het schijnt in Parijs veel mooier weer te zijn. Ik hoop het. Ja, nou, even koffie halen. Wow, ze hebben mijn naam goed geschreven. Spannende ontwikkelingen hier bij de Thalys. We komen er net achter dat op ons kaartjes staat dat de ene heeft rijtuig 15 en de andere heeft rijtuig 18. Nou, kijk. 15. 18. Dus dat zou dus betekenen dat we niet gezellig bij elkaar kunnen zitten. Nou. Dat slaat toch nergens op? Nou, ik hoop dat het allemaal goed komt en anders eis ik een upgrade naar de eerste klas. We hebben inmiddels maar een plekje bemachtigd die totaal niet op ons ticket staat. Maar dit waren de enige twee stoelen die vrij waren. Dus zolang het goed gaat, kunnen we hier zitten, denk ik. Het is ook angstaanvallig stil hier. Ja, het is echt heel awkward dit. You know I'm all about that bass, no trouble. Zo, we zijn er, Parijs! Yay! Dit wordt helemaal niks, jongens. Ik kan geen woord Frans. Dat zijn totaal niet voorbereid. We moeten een soort OV-kaart hebben. Maar waar? Geen idee. Ik voel me nu al lichtelijk gehandicapt hier, want ik kan echt geen woord Frans. Ik ben door Frans ook van het VWO naar een ander niveau gegaan. Dus ik heb niet echt een hele leuke associatie met Frankrijk. Maar we gaan nu even de kaartjes proberen te kopen. Dit is net een kermisautomaat, jongens. Dat je, ja, 2 days, ja, die dus eerste zone. Full fair children. Children. Oh, er bestaat hier een hele rij, Richard. Je staat hier gewoon een beetje te durpen. Nee, oh. Nou, een half uur later. Ik heb de kaartjes, gelukkig. En dit is de rij inmiddels. Oeps. Sorry Parijs dat ik er ben. De rij staat dus serieus inmiddels helemaal hier, kijk. Dit zijn allemaal mensen die door ons staan te wachten. Oh my god, blinde paniek, een HEMA. Oh, wat een gezelligheid, jongens. Help, hoe werkt dit? Oh, wat is die? Oh. Ja. Wow. Is gelukt. Ja, spanning en sensatie. Daar is die. Oh. We hebben iets gehaald in ons leven. Oh. Ik hoef niet meer naar Disneyland hoor. Dus ik dat goed. Het gaat echt tekeer als een. Ik moet hier gewoon bukken om hier doorheen te kunnen lopen. What the fuck? Je hebt overal hangen camera's hier in Parijs. Misschien kan ik de beelden opvragen bij weet ik wat, de gemeente Parijs. Zodat ik gewoon verder niet hoef te filmen. Dat jullie gewoon kunnen zien waar ik mag lopen. Dat zou best leuk zijn. Yay, Parijs, like a phoenix. Nee. Nou, we zijn pas net de metro uit, maar we zijn nu al bij ons hotel. Het is echt ideaal, daar is het al. Het hotel stond helemaal in het teken van muziek. Met veel albumhoezen. Een piano. En glitterlampen. Maar ook het trappenhuis zag er erg gezellig uit. Ik bedoel, ik loop op glitters, dat wil ik nog meer. Glitters! Wow. Kijk, nou, een trommel. Ja. Kijk, uitzicht op een seksshop. Heel erg gezellig. En nog meer glitters. En de badkamer. Ja, met een toilet gelukkig. Kijk nou, het lijkt net alsof je radio in de badkamer hebt, maar dat is niet zo. Oh, dat is gewoon een neptegel. Faal. Nou, en een heerlijk lichtbad waar ik toch te lang voor ben. Douche. De hotelkamer was goedgekeurd, dus konden we gaan beginnen aan onze speurtocht door Parijs. Het is een beetje eng in deze kerk. Er is hele enge muziek. Horen jullie? Je wil hier echt niet 's nachts lopen, denk ik.
Ik daag bij deze Stuk TV uit om in deze kerk te gaan overnachten. Wow, jongens, de Eiffeltoren. Je weet niet wat je mist. Ondanks dat het buiten als min 200 voelde, werd Richard helemaal wild toen hij deze Amerino ijskraam zag. Kijk. Wow, ze maken er echt een soort roos van. Super vet. Nou, nu nog hopen dat het een beetje smaakt. Ja, ook de smaak is heel erg goed. Goeie tip dit. I know. Onthoud hem. Amarino. Amarino's. Is er een blokhut of wat is dit? Heb ik zo'n mooie shot, sta jij daar? Oh. Het Louvre. Komt er net een bus voor mijn mooie shot, jongens. Oh. Echt iedereen hier probeert met het gebouw op de foto te gaan. Zo stom en zo cliché dat ik het ook wil. Oké, dit is mijn moment. De moment of fame. Ik word voor het blok gezet. Kom in even op. Oh, dan moet ik zo. Waar is het gebouw? Is het hier of daar? Het is rechts van je. Of daar. Dus. Ja, je moet hem wel stil houden. Oh, ja, moet ik wel. Ja, ik kan de camera bewegen en dan. Ik snap het al. Ik snap het. Ja. Awkward. Tada! Ik heb hem hoor. Oh my god, ik denk dat dit je naar Disneyland brengt, jongens. Dit kan niet anders. Oh, wat erg leuk dit. Maar serieus, alles in Parijs lijkt episch. Ik bedoel, kijk links, heb je dit. Kijk rechts, heb je ineens hier, dit gebouw. En echt, en kijk hier, heb je Richard. Al deze mensen hebben dus een slotje op Twitter, hè? Kijk. Dat zijn dus deze mensen. En zelfs een kookwekker hangt er hier. Zie je? Zo, nou, 10 minuten en dan... Oh, je bent toerist of je bent niet toerist. We zijn helemaal hier, nou ja, de berg afgeklommen om hier te kunnen lopen. Maar dit slaat echt helemaal nergens op. Hé, dit was het echt helemaal waard. Ik ben dood op. Het is het hoogtepunt van deze reis, nu al. Maar kijk, de Notre Dame. Toch? Dit is toch de Notre Dame? Ik geloof het wel. Oh, heel erg gezellig hoor, dat ik hier nu ben in mijn leven. De Notre Dame. Maar jongens, kijk deze rij. Dat is echt niet normaal. Alsof ze de nieuwe iPhone hier verkopen. Wat een gezelligheid dit. Wat kun je dit goed, hè? Dit is Vivaldi. Oh, nu voel ik me echt wel in Parijs hoor, in deze gezelligheid. We zijn inmiddels in de chocoladehemel. Dit is niet normaal. Hier komt chocola uit de kraan. Kijk dan. Ik wil echt heel graag mijn mond hier onderhouden. Jee, we hebben eindelijk eten gevonden. En kijk, het ziet er heerlijk uit. Carpaccio. En ik heb een biefstuk volgens mij, hoop ik. Ik kan geen Frans. Maar... We hebben wel andere frietjes. Frietjes. Dit is de grootste macaron ooit. Dit is echt niet normaal lekker. Oh. Nou, we hebben heerlijk gegeten. We zijn even in het hotel geweest om de tas te dumpen en zo even op te frissen. Nu zijn we helemaal klaar voor Passenger. En wat blijkt, het theater is hier echt letterlijk om de hoek. Gewoon 1 minuut lopen. Dus super chill. Daar gaan we. Serieus, kijk onze plaats hier op het eerste balkon en dan gewoon de eerste rij in het midden. Dus we kunnen hier gewoon echt alles perfect zien. We zitten gewoon naast de ouders. Ze kunnen ons gelukkig niet verstaan, maar kijk. Ja, het is echt niet normaal dit. Sometimes I feel I'm going nowhere. Sometimes I'm sure I never will. Pour out the people, but I pray. Shooting your Lord in me. So hit me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Only know you've been hardly feeling love. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
But I got open eyes and an open door. But it's all I want. I'm searching for. I should go by now. My dad flown over from England to see the show. Which is amazing. Here we got holes in our hearts. Go. Here we got holes in our lives. Where we got holes. We got holes, but we can't go. Here we got holes. We got holes, but we carry on. I fucking love you guys. Thank you so much. Jeetje jongens, wat was dit vet. Echt ongelooflijk wat gewoon iemand met een gitaar en een microfoon alleen kan doen. Het was leuk, het was ontroerend. We hebben gezongen, we hebben gelachen. Ik heb in ieder geval bijna ook een traantje moeten wegpinken. Het was gewoon echt geweldig. We lopen even over de Champs-Élysées te lopen, te wezen, te wandelen met in de achtergrond de Arc de Triomphe. Hartstikke mooi jongens, we zijn hier te gast in het prachtige Frankrijk. Het is allemaal niet te geloven, maar het is echt waar wat we hier zien. Het was echt een hele erg leuke dag. De Thalys was grappig, Parijs is geweldig en Passenger was fantastisch. Dus ja, het was echt een dag om niet heel snel te vergeten, toch Ries? Zeker, dit was echt gek. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om deze dag een beetje met mij mee te maken. Als je de video leuk vond, dan kun je natuurlijk een duimpje omhoog doen. En ja, morgen is er weer een dag. En omdat ik vandaag zelf heb gefilmd, wordt dat even een aparte video. Dus binnenkort komt ook deel 2 van Parijs online op dit kanaal. Dat wordt ook leuk, mensen. Echt. Dat wordt fantastisch, want dan gaan we nog naar de Eiffeltoren en allerlei andere gebouwen. Anyway, heel erg bedankt voor het kijken. Wij gaan lekker slapen. En tot de volgende keer dan. Doei!